Ken, daar zitten we weer. Ja, het is alweer een week geleden, Kassim. Dus ik moet er nog aan wennen. Het was gezellig vorige week, dus daarom ben ik teruggekomen. En binnenkort gaan we vloggen tegen elkaar. Maar eerst wil ik Ken eventjes... Ik ben hier om hem uit te zwaaien, want je gaat naar Spa-Francorchamps. Ja, ik ga kijken dat er daar misschien een carrière voor mij ligt in het Formule 1-circuit. Dus ik zoek nog sponsors. Dus als er nog mensen zijn die willen doneren, dat kan onderstaand rekeningnummer. Oké, dat is mooi. Maar hij mist gewoon de Venlo Cup. Hij gaat naar Spa en mist hij de Venlo Cup. Wat wil je tegen die jongens zeggen? Ja, ik wil ze heel veel plezier wensen. Ik wens ze veel overwinningen. Maar ik had gehoord, als ze de eerste worden, dan gaat het toch naar de volgende. Want je kunt niet het jaar dat je... Dus vorig jaar hebben ze gewonnen. En dan mogen ze die wedstrijd tegen VVV. En als ze nu winnen, dan gaat het naar de volgende. Dus gewoon voor de eer. Oké. Want jullie hebben geoefend tegen het welbekende Handel afgelopen zaterdag. Vertel, wat was je eerste ervaring op het amateurveld? Ja, het amateurveld, je hebt natuurlijk bij de treffers gespeeld, maar dat zijn natuurlijk wel, dat is een paar treetjes hoger. Hoe was het? Waar hebben jullie thuis gespeeld trouwens, of in Handel? Thuis op veld C. Oké. Hadden jullie ballen? Ja, we hadden wel ballen, alleen... de lucht was er een beetje uit. Het was al van zaterdag wedstrijd, het was van donderdag geleden dat er nieuwe lucht in kwam. Dus was wel even wennen voor mij. Was ook zo geregeld dat stonden nog geen doelen. Dus we hebben even verplaatsbare doelen moeten zetten. Maar alles went, Kassim. Dus. Oké, dus zonder doelen gevoetbald? Of jij met verplaatsbare doelen gespeeld? Nee, gewoon op balbezit. 10 keer rondspelen, een punt. Maar daar was jij toch altijd heel goed in? Nee. Ik moest de bal afpakken en afgeven. Maar we hebben nipt verloren van Handel. 1-2. Dus eerste nederlaag voor mij bij HBSV. Hopelijk de laatste. Ja, want volgende week speel je tegen VCH. Maar ik geloof dat je er ook niet bij bent. Nee, dan moet ik mijn joker ook weer inzetten. Dus dan ben ik opgeroepen voor... Voor in Rostock te gaan voetballen. Een jubileumwedstrijd, omdat ze 10 jaar geleden gedegradeerd zijn uit de Bundesliga. En daar mag ik met een all-star team aantreden tegen dat team van destijds in 2007 wat Bundesliga speelde. Ja, want wacht eens even. Ik hoorde de namen Jari Liedmanen, Oliver Neuviel, Marek Mintal. Moet ik nog even verder gaan. De broer van Toni Kroos, want de vader van Toni Kroos, daar heb jij nog mee getraind, hè? Ja, toen ik mijn been gebroken heb, toen moest ik revalideren. En bij de club was er geen tijd voor mij om te revalideren. Dus toen heb ik met Roland Kroos mijn revalidatie gedaan. En ik moet zeggen, die heeft heel goede oefenvormen. Ja, meer de Nederlandse oefenvormen. Want daar, toen ik daar kwam in Rostock, was de eerste keer dat binnen de maand mijn loopschoenen kapot waren. Oké. Maar goed, nu zit je. Dus jij zit zondag nog in je vader, of in je vaderland? Ik dacht dat je zei, je zit zondag nog in je vader. Hoor. Ik denk, wat zeg jij nu, Kassim? In je vaderland. Ja, in Francorchamps. En dan het weekend erop naar Rostock. Wedstrijdje voetballen. Dus en dan ben ik weer volledig beschikbaar voor HBSV. Want even nog voor de mensen die willen waarschijnlijk weten wat het zondag gaat worden in de Cool. Hoe vaak heb je tegen Ajax gespeeld? Met VVV dan? Oh, met VVV, ja. Dat zal... Hoe lang hebben wij? 2009, 4 seizoenen. Dus dat zijn 8 wedstrijdjes. 8 keer verloren? Ja, iedere keer nipt. Waaronder een keer nipt met 7-1. Maar ja, ik hoop... Ja, volgens mij... Nee, dat was PSV dat we thuis gelijk speelden, ja. En 2-2 dan, maar Doufrani, dat prachtige doelpunt. Ja, toen zat ik op de bank. Oké. Maar ja, telt ook, toch? Ja, dat telt ook. Zeker. Maar ik hoop dat ze het nu beter doen, dat ze de stijgende lijn doortrekken. En dat ze gewoon ook vooral van dit soort wedstrijden gaan genieten. Voorspelling? Voorspelling 1-1. Moet ik nu ook wat zeggen? Ja. 1-2. Nee, 1-1. Wie bent de Venlo Cup? HBSV.
Oké, HBSV en VVV speelt gelijk tegen Ajax.